Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat we vanochtend nog vrij veel zonnige perioden hebben. Maar in de loop van de dag gaan er weer een aantal buien tot ontwikkeling komen, met name in de noordelijke helft van het land. In de ochtend is het op de meeste plaatsen wel droog en ligt de temperatuur rond een graad of 14. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 18 tot plaatselijk 20 graden. Maar zoals gezegd, er komen dan ook buien tot ontwikkeling in de noordelijke helft van het land, mogelijk zelfs met een klap onweer. Er staat vandaag niet al te veel wind. Vanavond gaan de buien geleidelijk aan weer afnemen en dan daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen hebben we opnieuw te maken met zowel zon, vooral in de ochtend, en een aantal buien in de middag, met name in de westelijke helft van het land. Het wordt opnieuw behoorlijk zacht, het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden, en dat bij een zwakke, soms matige wind uit het zuidoosten tot zuidwesten. Ook donderdag, vrijdag en tijdens Koningsdag op zaterdag blijft het aan de wisselvallige kant met zowel zon als buien. Met name op donderdag kunnen die buien vrij stevig uitpakken aan de oostelijke helft van het land. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en plaatselijk 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.